Ja, dankjewel. Ik heb redelijk op tijd gewerkt. Ik ga het niet over de toekomst hebben. Die is in mijn geval zo kort dat een betrekkelijk zinloze onderneming is. Natuurlijk, je moet wel een beetje werkruimte hebben. En die heb ik al lang niet meer. Kan elk moment afgelopen zijn, per slotverrekening. In de afgelopen, wat is het, 6 jaar geloof ik, ben ik met mijn broer en zus het land doorgetrokken. En hebben wij steden bezocht, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en in België. En iedereen vraagt me altijd, wat vond je nou de leukste stad van al die steden die jullie gezien hebben? En ik moet u zeggen, dat was niet Heerlen. Daar staat tegenover dat wij eigenlijk in Heerlen positief verrast waren. Want we hadden zo'n ongelooflijk duister beeld van Heerlen, hè, dat je eigenlijk meteen al door verslaafden zou worden aangevallen en dat soort van werk, dat het eigenlijk 100% meeviel. De gemeente is eigenlijk, heeft vrij wat groen. Wat in Nederland ook, als het heel slecht gaat in steden, Heerlen heeft zich ook al wel weer enigszins hersteld, niet waar, sinds het absolute dieptepunt. Maar wat je in Nederland eigenlijk nooit ziet, ook in leegloopgebieden en zo, is wat je in Amerika ziet als het slecht gaat, dat het er ook intens armoedig en versleten en nou ja, er verloren bij staat. Maar dat zie je in Nederland zelden. Dat heeft iets te maken met ons benul van de publieke ruimte. Het moet in de publieke ruimte niet te gek worden. Misschien moet ik dan ook meteen, hier heb je een plaatje van Heerlen. Dat is de publieke ruimte, dat is bij dat dure project wat ze hier hebben. En daar moesten wij natuurlijk ook gaan kijken. Ik weet niet wat dat had gekost, 20 of 30 miljoen of zoiets dergelijks. Het maandkwartier begreep ik dat het heet. En toen hebben wij onze laatste opname in Heerlen gemaakt, daarbij die roze pilaren. Daar zit een soort vijvertje achter. En het ziet, als je het zo ziet, ziet het er hartstikke leuk uit. Maar als je daar ging zitten, was het nogal vrij smerig, eerlijk gezegd. Er dreven allemaal peuken in het water en er lagen afgewerkte condooms. En nou ja, dat je dacht, kom op, en dan heb je voor 20 of 30 miljoen geïnvesteerd in een prestigeproject in je binnenstad. Maak dan ook, God beter, het maak het schoon. Zorg dat het er netjes uitziet en dat een fatsoenlijk mens of een krakkemikkige bejaarde daar kan gaan zitten zonder dat hij denkt, tenslotte zou ik mijn broek weg moeten doen omdat ik op dat muurtje ben gaan zitten. U had mijn zuster erover moeten horen. Ik ben nog heel positief gestemd. Ja, ik denk al gauw zo'n project. Had je dat geld niet beter kunnen besteden? Dus Heerlen was het niet, maar Heerlen viel ons ontzettend mee. Dat moet ik erbij zeggen. Dat is een klassiek patroon bij ons steeds. Als we denken, oh, dat is een hartstikke leuke stad, valt het bitter tegen. Neem nou Groningen, wat een zootje zeg. Ik zwijg nog van dat studentenkoor daar. Dat is eigenlijk indicatief voor die stad. Groningen viel ons bitter tegen. Ook verkeerstechnisch zit er verkeerd in elkaar en zo. Je hebt ook een aantal steden die verkeerstechnisch zo volkomen hopeloos zijn dat je er ook niet op bezoek gaat. Hilversum bijvoorbeeld. Alleen als je gedwongen wordt om ergens, dan moet je naar Hilversum. Maar voor de rest, u realiseert zich dat niet, maar in feite hebben wij een groot deel van het Nederlandse populisme te danken aan Hilversum. Ik kan daar nu jammer genoeg niet op ingaan, maar dat moet u kunt er maar zelf over nadenken. Deed u er net ook, dus misschien bent u lekker bezig. Denk daarbij aan leefbaar Hilversum, leefbaar Utrecht, leefbaar Nederland. Ik vat het even kort samen, waardoor we opgezadeld zitten nu nog steeds met al die kletsmajoors. Ja, wat vonden wij eigenlijk een ideale stad? Ik vond dat Haarlem. Haarlem is precies alles wat een stad moet zijn. Het is een booming city. Ja, je mag wel een Engelse term gebruiken in dit verband. Het hoort tot die rare boemerangachtige, supersnelle, dure groeier van Nederland. Dat is Haarlem, Amsterdam en dan naar Utrecht. Dat heeft Teulings uitgezocht. Daar liggen de prijzen het hoogst, daar is de groei het snelst enzovoort enzovoort. Maar Haarlem heeft natuurlijk ook, daarom is het zo'n aantrekkelijke stad. Daar heb je Haarlem. Dit is natuurlijk de BAVO. Berkheide heeft daar een prachtig schilderij van gemaakt. Kan ik u sowieso een schilder die ik u warm kan aanbevelen voor stadsgezichten. Ook Amsterdam in de 17e eeuw. Als Amsterdam nog een nieuwbouwwijk is. Dat is leuk om te zien dat de Gouden Bocht als nieuwbouwwijk. Dan zitten er nog gaten in. Dat moet nog opgevuld worden. En je ziet de Gouden Bocht als nieuwbouwwijk ziet er toch anders uit. Dat is...
Nou ja, de WAVO staat er ook al een tijdje. En Haarlem heeft die prachtige markt die natuurlijk een supercentrum is voor de... En daar komen we aan een belangrijk punt, aan de gezellige stad. Want wij zijn allemaal tegenwoordig, zijn we allemaal liefhebbers van de gezellige stad. En u denkt natuurlijk, dat is altijd zo geweest, maar dat is helemaal niet zo. Want we hebben ook wel geprobeerd om gezellige steden weer opnieuw te bouwen, maar dat blijken wij eigenlijk niet zo goed te kunnen. Dat is een hele merkwaardige zaak. Wij kunnen eigenlijk niet meer goed, vindt u al meer een gezellige stad. Hè? Snel groeiende nieuwe stad. Nou ja, wie van u vindt Almere een topstad? Nee, Almere is in feite een collectie niet onaardige buitenwijken en daar hebben we het wel mee gezegd. En in feite is dat het hele verhaal over de 20e eeuwse stad, namelijk een grote collectie niet ongezellige buitenwijken, waar de meeste mensen het grootste deel van hun dagelijks leven slijt. En alleen als ze 17 of 18 zijn of geen kinderen hebben, gaan ze naar de gezellige stad om naar de bioscoop te gaan, zich te bezuipen, een pilletje te slikken of weet ik veel. Wat voor dingen je doet als je nog niet verstandig bent geworden. Ja, dat is de gezellige stad. En het gekke is, de architecten wouden wel gezellige stad, maar we kunnen het niet meer. En eigenlijk is de vraag die je moet stellen, hoe maak je een gezellige, waarom konden ze vroeger een gezellige stad maken? Waarom is Siena gezellig? Dit is volgens mij Almere toch? Met dat onbeschrijfelijke klote stadhuis. Hè? Van die dam is dat geloof ik. Dat is zo'n gebouw met een dode onderkant. Mocht u iets, hè, u bent allemaal gezagsdragers heb ik begrepen. Er moet iets gebouwd worden, u moet ook een nieuw stadhuis hebben. Meestal totaal overbodige klus, maar goed, het moet. Nieuw politiebureau, er is geld voor, dus nou ja, waarom niet? Kijkt u dan naar de tekeningen? Oh, het is ook achter mij. Oh, daar heb je het, ja. U ziet al dat het daar niet gezellig is, hè? Daar hoef je helemaal geen groot deskundige voor te zijn, maar dit wordt niks. Met van de jaren 50 rommel daar links, nou, dan kan dat niet, want toen was Almere er nog niet. Maar het lijkt er een beetje op natuurlijk. En dat verschrikkelijke stadhuis van die dam. En je ziet dat ook bij andere modernistische gebouwen, dat de onderkant dood is. Dat zag je ook in Utrecht, bij Hoogkaterijnen. Een groot deel van de onderkanten was dat we daarboven waren dure appartementen. En naar beneden zaten in een soort van satanische tunnel zaten de drugsgebruikers. Hè? Je moet als je een gezellige stad wil maken zorgen dat de drugsgebruikers het niet gezellig vinden. Ja, dat is vervelend. En dat is een hele lastige klus natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Maar alle gezellige steden hebben één ding gemeen. Namelijk dat ze gebouwd zijn voor 1900. Voor 1850, misschien wel voor 1800. En dat komt natuurlijk. Wat verklooit alles? Wat creëert deze loze ruimte? Dat is de auto. De auto is de dood van de gezellige stad. Heeft u nooit in uw eigen straat, misschien woont u wel in een leuke straat, heeft u uw eigen straat wel eens gezien als door bijzondere omstandigheden, we hebben wel eens een filmopname gehad in de straat, er geen auto's staan. Die moesten tijdelijk weg. Dat je denkt, wat een lollige straat woon ik eigenlijk in. Ja. Maar normaal gesproken staan er 47 auto's op elkaar gepropt. Hè? Waarbij de parkeerders, dat weet u ook, de parkeerders alle grootste genoegen is de boompjes tegen de boompjes aan te rijden en allerlei rommel te vernielen, omdat ze er toch nog lekker even tussen willen. De auto is de dood van de stad, dat we zeggen van de stad die wij tot ideaal verheven hebben. Namelijk de gezellige stad. Want gezellige steden krijg je alleen als je moet bouwen in beperkte ruimte. A, van essentiële betekenis. En u weet, tot 1830, 1840 was er altijd sprake van beperkte ruimte. Want alle Europese steden hadden een muur. Dus die konden niet onbeperkt uitbreiden. Vrijwel alle uitleg in Nederland is van na 1870. Gaan we na. Zodra u denkt van het is niet gezellig meer, dat is van na 1870. Als u even denkt over Amerikaanse steden die in het algemeen van een gruwelijk karakter zijn. Het is een ontzettend ongezellig klotenland in allerlei opzichten. Ja, het is niet anders. En misschien zal een enkeling zeggen, maar je hebt daar toch ook wel leuke steden. Boston, Manhattan, San Francisco, Seattle tot op zekere hoogte. Wat treft u dan? Boston is ooit op een eiland gebouwd.
Het is later is het aan het vasteland vastgeplakt, maar het was een eiland. Wat is Manhattan? Een eiland. Wat is San Francisco? Een schiereiland. Dus dat was natuurlijk nooit opgevallen allemaal. Dan zie je dus, de ruimte was beperkt en is deels gebouwd voordat de auto er was. Nou, Manhattan is een beetje een raar voorbeeld natuurlijk. Er staat dan die supernieuwe toren. Ik zou zeggen, een typisch afstudeerproject van de jihadistenschool. Ja, dat is toch het eerste waar je aan denkt, of niet? Dat je denkt, hoe zouden we die om kunnen krijgen? Moet kunnen. Ja, als ik hoef er niet lang over na te denken, dan... Je moet het natuurlijk wel op een onverwachte manier doen, dat is het eigenlijk. Want die ze niet aan hebben zien komen. Ik zou de architectentekeningen bestuderen, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het ook zo, maar... Dus ook daar geldt dus, de gezellige stad is een beperkte stad, want de ruimte was beperkt die ter beschikking stond om een stad te maken. En dan niet alleen, de gezellige stad is een stad die gemaakt is voordat de auto bestond. Het is een stad die beloopbaar is, waar, nou ja, ik ben natuurlijk geneigd te zeggen de menselijke maat, maar de meeste moderne steden zijn op de automaat gemaakt. Nou, niet de automaat, maar op de automaat. Ja, geef ik u cadeau deze lollige woordspeling. Nogmaals, de auto is een onbeschrijfelijke ramp voor de gezellige stad. Maar het kan best zijn dat sommigen van u zo ontzettend oud zijn dat ze nog opgegroeid zijn met het idee dat steden helemaal niet gezellig hoefden te zijn. Wie herinnert zich niet dat er in Amsterdam op enorme schaal gebroken is om allerlei doorgangswegen te bouwen. Toen is de burgerij is in opstand gekomen, daar kunnen we niet mee doorgaan. En dan, nou ja, daar zie je dus iets heel interessants wat betreft. Ons hele idee van een stad is een historisch idee. Toen ik opgroeide, ja, ik had zelf altijd een hele goede smaak, moet ik zeggen. Ik was al, als kind was ik al dol op romantische schilderkunst. Als je dat vertelde, dan werd er ook door kunsthistorisch op een meewarige manier naar je gekeken. En hij begrijpt er geen kloot van. Ja. Kunst moet verontrustend zijn, scherp, kritisch. Waarom in godsnaam? Waarom zou dat zo moeten zijn? Dat hebben ze gedecreteerd, maar het is gewoon flauwekul. Ik kijk veel liever naar een fijne koekoek. Niet waar, dan naar Jackson Pollock, om maar iets te zeggen. Je ziet, ik dwaal af, dat is ook niet de bedoeling. Maar we hebben het modernisme, dames en heren, is in allerlei opzichten begrijpelijk, maar te vergelijken met een plaag, met een pandemie. Een pandemie die de kunst naar de kloten geholpen heeft, de schilderkunst naar de kloten heeft geholpen, de muziek naar de kloten heeft geholpen, schrijverij naar de kloten heeft geholpen, vrijwel alles naar de kloten heeft geholpen. En het modernisme, het heeft niet gescheeld. We waren vaak net op tijd, was ook vast van plan om de gezellige stad naar de kloten te helpen. Tot met name buurtgenoten in opstand kwamen, ja, je kunt niet aan het afbreken blijven. Denkt u eens aan Utrecht. Niet waar, ik woon in Utrecht. Alles wat die stad aantrekkelijk maakt, waren ze van plan in de jaren 60 naar de kloten te helpen. Het is echt waar. De singles zouden gedempt worden. Waarom is Haarlem zo leuk? Omdat er een groot stuk single in zit. Singleparken zijn een onbeschrijfelijke zegen. Nu is het zo dat die hele fortegordel die door Nederland loopt, de zogenaamde Nieuwe Hollandse Waterlinie, allemaal natuurmonument, dit is allemaal beschermd, ja. Weliswaar verkoopt de overheid dan die fort en zegt, je moet ze je eigen broek ophouden. Waardoor ze natuurlijk vanzelf toch weer in ruïnes veranderen. Wat ook wel romantisch verantwoord kan zijn natuurlijk. Er is niets mooier dan iets wat kapot is. Ja, eerst is een auto leuk als die nieuw is. En dan heeft hij een hele tijd een heel vervelende fase. En dan tenslotte vind je hem terug in een schuur. En dan is het een magisch object voor fotografen. Fotografen zijn ook gek op ingestorte panden, kapotte piano's, bejaarden. Nou ja, gaan ze maar doen. Ja, wij veranderen ook vanzelf in een ruïne. Eigenlijk passend bij de gezellige stad.
Wat een gezellige stad. Nou ja, wie, wat is het groot? Hier heb je Utrecht, notabene, de oude gracht. Nu die auto's er nog even uitflikkeren en dat zou niet gek zijn. He, maar die grachten die in feite overigens een puur commercieel ding waren, zowel de oude als de nieuwe gracht. Maar ze wouden de singels dempen en dan, dames en heren, zouden er enorme tangenten komen. Die waren uitgedacht door een Duitse ingenieur en stedenbouwkundige. En dan kom ik aan een interessant moment. Ik zei al tegen u, het modernisme heeft alles naar de klote geholpen. Mijn moeder had altijd, zaliger, had altijd een concertabonnement. In Arnhem meestal. En tenslotte was ze altijd enorm verontwaardigd. Want ja, ze speelde het begin van de avond. Was dan altijd een fijn stukje Mendelssohn of Schubert. Of nou ja, hè. Ja, de Waterlanders zijn er al voor dat je het pap gezegd hebt, zal ik maar zeggen. Gewoon het standaard repertoire, 19e-eeuwse romantische standaard repertoire. En dan werd er natuurlijk gemeen, omdat al die oudjes in de zaal zaten. Als ze met een modern stuk begonnen, dan kwamen ze of helemaal niet, of ze kwamen pas voor het tweede stuk. Dus dan zat je er als oudje en dan kreeg je voor het tweede stuk kreeg je een hypermoderne muziek. Wie van u geluistert graag naar hypermoderne muziek? Ah, dus één enkele geestelijke leider. Ja, dan bent u waarschijnlijk beroepsmuzikus. Nee. Maar meteen is goed, misschien toch geschoold. Ja, daar heb je het al. Ja, u weet, ik heb wel eens gelezen dat beroepsmuzici een ontzettende hekel aan Rachmaninoff hebben. Gewoon omdat het lekkere, fijne, lekkere, fantastische, romantische muziek is. Hè. Dat hoort er niet bij. Het moet een beetje, het moet schuren. Hè. De luisteraar moet denken, wat is dit voor kutmuziek? Hè. Dan is het pas goede muziek. Ja, dat heb je ook in de schilderkunst gehad. Hoor. Pas als het je ergert, dan is het goed. Maar waarom zou dat zo in godsnaam zo moeten zijn? Nou, terug naar het modernisme. Want het modernisme had een totaal andere opvatting van wat een stad zou moeten zijn. Het modernisme zei juist, gezellige stad, Siena. Kijk, ik heb ook een plaatje van Siena besteld. Kom op jongens, Siena. Ik ben er nooit geweest, maar het schijnt hartstikke gezellig te zijn daar. Ja, met zo'n galerij rond en zo. Ik kom straks trouwens aan de gevaren die de gezellige stad bedreigen. Ja, daar heb je Siena. Nou, je ziet het al. Allemaal toeristen, als ik het goed zie. Het zijn geen Chinezen meer, of hoe die lui daar mogen heten, daar heb ik geen idee van. Maar u ziet, dit is ook architectuur op de menselijke maat, met zo'n lekkere toren erbij. Dat zijn allemaal galerijen, waar je dus als die klote zon schijnt, waar ze in de Mediterranee zo'n last van hebben, dan kun je daar onder die galerijen lopen. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar goed, dit is een stad die is gemaakt voordat de auto bestond. Voordat iemand enig bedoel had dat zou kunnen komen. En de modernisten zeiden, ja, dat gezeur met die mensen, dat Siena, dat is flauwekul. Dat moet je gewoon afbreken, dan bang, daar gaat er een vierbaansweg doorheen. Neem, een leuk voorbeeld is dat. Mijn broer had het er ook over, Lelystad. Oorspronkelijk is er een groot ontwerp gemaakt voor Lelystad. Een modern ontwerp. Een modernistisch ontwerp met een enorme vierbaansweg die dwars door het centrum ging. Dat zijn tenslotte allemaal niet doorgegaan. En omdat ze het verder ook niet eens konden worden over het centrum van Lelystad, is het in de stad eigenlijk zonder centrum. Met een enorm armetierig hotel, zodat eigenlijk de introductie al hopeloos is. Want u weet dat Lelystad is een betrekkelijk kleine stad, 8000 inwoners. Maar het heeft de infrastructuur van Berlijn. Ja, als u er nooit geweest bent, dan moet u een keer gaan rijden. Er bestaat geen enkele Nederlandse stad met zoveel rotondes als Lelystad. Dat is ongelooflijk. Je blijft draaien. Hè? Is ik. Het is een soort circus eigenlijk. En nou ja, omdat er geen centrum is, stoot je ook niet door naar het centrum natuurlijk. Want die weg dwars het centrum is nooit doorgegaan. Ja, deze ideeën, de moderne stad. Denkt u aan hoe heet het, Jean Arret, onze fameuze Franse architect. Hè? Wat was het ideaal? Was enorme groene ruimtes met torenflats. Een beetje, u heeft de foto's van Wuhan gezien. Dat is een beetje wat het modernisme zich voor had gesteld bij een stad.
En nou zitten ze in Wuhan natuurlijk met een probleem waar wij maar in beperkte mate mee zitten, namelijk dat ze veel te veel mensen hebben daar. En die moeten ergens opgeborgen worden. Eerst woonden ze op het platteland, maar nu zijn ze naar de stad getrokken en dan moet je ze opbergen. Dan krijg je hoofdbouw is overigens helemaal niet noodzakelijk. Mag ik u dat ook als gezagsdragers, gemeenteraadsleden, weet ik veel, van de schoonheidscommissie. Zodra er weer zo'n architect aankomt zeiken met zo'n idioot ding. Hè, denkt u aan dat eiland in Rotterdam met die gestapelde dozen. Hè. Ik zei nog tegen mijn broer, wie heeft dat gemaakt? Rem Koolhaas, onze beroemdste architect, die ook het mediagebouw in Peking had ontworpen, weet u het nog? Wat zo slecht in elkaar zat dat ze het niet konden blussen toen het in de fik ging. Ja, dat is ook stom, toch, of niet? Zegt u niet van, nou, het is maar goed dat het afgefikt is. Ja, ze konden het niet uitkrijgen. Dus. En aan Rem zo hoem zal het ongetwijfeld bijgedragen hebben, want u weet, het gaat helemaal niet om of publiciteit goed of slecht is. Het gaat erom dat je publiciteit krijgt. Kan niet verdomme waarmee. He? Ja, daar wil ik best een paar leuke voorbeelden van geven. Maar dat gaan we ook niet doen. Ja, het modernisme wou modernistische steden. Torens in de groene ruimte. Met fantastische infrastructuur. Denkt u aan Lelystad. Of denkt u aan de Bijlmer. He? Met al die verhoogde wegen in de Bijlmer. U weet dat het grootste deel van de Bijlmer is ondertussen alweer afgebroken. In mijn jonge jaren was dat Je van Het. Wat een project. Het was ongelooflijk. Wat een schitterend project. Maar wat was het probleem met het schitterende project? Dat mensen het niet leuk vonden om daar te wonen. Hoe willen mensen eigenlijk wonen? Niet modernistisch, kan ik u verzekeren. Helemaal niet. Mensen willen in een huisje met een tuintje. En liefst ook een voortuintje en een plek waar de auto kan staan. Dat hebben we in Utrecht-West gezien. Daar hadden ze hele leuke ideeën dat die auto's zouden gezamenlijk op een parkeerterreintje buiten de straten worden. Daar zijn die lui helemaal niet erg voor. Ze hadden weliswaar een tuintje van niks, maar nog liever propten ze in dat tuintje van niks hun auto dan dat ze hem 60 meter verder parkeerden. Want je auto is vaak stukje. Ja, je meest kardinale bezit, hè, waar je al je status aan ontleent. En het is een magnifiek ding. Dus u ziet eigenlijk, of misschien ook wel niet, ik heb geen idee, waar dit betoog naartoe gaat. Namelijk dat waar mensen daadwerkelijk in willen wonen, dat is heel iets anders dan de gezellige stad. Daar komt nog iets heel eigenaardigs bij, dat de gezellige stad zo gezellig is geworden. En zozeer een magneet is geworden voor al die mensen die eigenlijk in die lullige suburbia wonen. Want af en toe wil je even uit suburbia en wil je iets beleven. Vrouwen willen een tas kopen die ze niet nodig hebben. Of nog een paar schoenen wat ze niet aan kunnen. En mannen willen een of andere gadget kopen, niet waar? Bladblazer of zoiets dergelijks. Ja, mannen zijn gek op bladblazers, zoals u weet. Laat het liggen, zou ik zeggen. Ik begrijp nooit wat we tegen blad hebben, maar het is heel erg blad. Ja, er is een wonderlijke discrepantie tussen ons stadsideaal, tegenwoordig de gezellige stad. Want dat idee van een modernistische stad, dat is op de fles gegaan. Ja, waar? Dat begint, Jane Jacobs, zegt u dat nog wat? Nee? U heeft nog een studie te gaan als het over de stad gaat. Jane Jacobs heeft ons hele denken over de stad grondig veranderd. Echt grondig. Door aan te tonen wat een gelul het was, die modernistische stad. Met die verhoogde racebanen en die idiote torens. En dat daar natuurlijk geen mens in die idiote torens wil wonen. Dacht u dat niet? Als je zo'n moderne Chinese stad ziet, dat je denkt, God allemachtig. Je zult toch op de 59e verdieping in zo'n kippenhok moeten wonen. Hè? En dan ook nog vanwege de corona een half jaar de deur niet uit mogen. Dan begin je inderdaad te denken, zal ik gewoon naar beneden fladderen. Wat ze daar ook wel eens denken, geloof ik. Ja, dus er zijn twee totaal verschillende ideeën over de stad. Namelijk als stad als een woonplek. En op dat punt is Almere helemaal niet zo gek. Dat zei mijn broer ook snel. Het centrum is verder wel volkomen waardeloos. Nou, er is één straatje in dat is Almere Haven. Min of meer toevallig. En dat straatje gaat wel, want daar heb je kijkt op het water. Water heeft altijd een enorme
ruimtelijke functie. Wat hebben ze in Almere gedaan? In het ruimtelijke uitzicht van Almere haven twee volkomen achterlijke en overbodige gebouwen neergezet. Waarbij ik natuurlijk ook gepleit heb om ze zo snel mogelijk weer af te breken. U zult zeggen, wat zonde. Wat zal zo'n gebouw al afgeschreven worden op een kwart eeuw ongeveer? In Amerika moet je tekeningen van het gebouw inleveren bij de gemeente, zodat ze het ook weer makkelijk af kunnen breken. Dus je weet hoe het in elkaar zit, behalve bij rem dan, niet waar, dan kun je het ook makkelijk weer afbreken. Rem kun je alleen of aansteken of opblazen. Een van de twee mogelijkheden. Hè? U weet ook zijn beroemdste uitspraak, die mijn broer altijd citeert, is fuck de context. Ja, gelul, oude steden, we zetten er gewoon een lekkere witte toren in. Dan weten we dat er rem is geweest. Ja, die is eigenlijk nog een erfgenaam van het ouderwetse bouwen. De modernistische stad. Dus we willen allemaal uitgaan in de gezellige stad. En de gezellige stad, dat zal u overal opgevallen zijn, de gezellige stad is een autovrije stad. Dus in mijn tijd dat ik in Utrecht woonde, is successievelijk, stap voor stap, de hele binnenstad, praktisch de hele binnenstad, is autovrij geworden. Dat vinden we, zo hoort dat. Dat je op de Ouwegracht gaat wandelen, dat je niet voortdurend de auto's in elkaar gereden wordt. Dat begrijpt u wel. Sterker nog, de gemeente heeft zich een speciale boot aangeschaft om de horeca te voorzien van bier. Van bier, hoe heet dat, niet blikjes, maar van die tonnen waar ze tegenwoordig in zitten. Want als dat met vrachtauto's moet, dan worden de werfkelders beschadigd. Ja, de gezellige stad. Maar we wonen allemaal het liefst in suburbia. U waarschijnlijk niet, u bent vaak geïnteresseerd, licht artistiek, dus u wilt eigenlijk wel ergens in de gezellige stad wonen. Dat zult u duur betalen. En dit bedoel ik volkomen letterlijk. Hè? Denkt u aan de Amsterdamse achterbuurten, neem de Jordaan, allemaal revolutiebouw. Woning, als je dan schopt en gegraft, dan storten ze in elkaar. En het is nu weer, geloof ik, op twee na de duurste buurt van Nederland. Want die huizen worden allemaal opgeknapt, want er is niks deftiger dan om in Amsterdam te wonen. Sowieso is het wonen buiten Amsterdam behelpen. Dat weet u ook wel. Het is, je doet het liever niet, Utrecht. Nou. Ik was jaren geleden bevriend met Theo van Gogh. Die regelmatig belde. En het eerste wat hij altijd zei, ik kan me niet herinneren dat hij ooit iets anders zei, woon je nou nog in Utrecht? En ook als je in Amsterdam optrad in een programma of je deed daar iets, en dan zei je tenslotte, ja, sorry, maar ik moet de laatste, dat bestond toen nog, de laatste trein. En dan werd je ook aangekeken, de laatste trein. De laatste trein naar de dood in de provincie. Dat was toch wel een beetje het idee. Ja, mijn zuster wou ook niet naar Amsterdam, omdat zij het een arrogante, klote stad vindt. En daar zit wel wat in, hè? Weet u niet? Terwijl natuurlijk voor elke buitenlandse waarnemer die iets anders over steden denkt dan wij, is natuurlijk de hele Randstad een stad. Dat is één samenhangende structuur. Dat zal toch vrijwel iedereen zich wel realiseren. Hè? Als u denkt aan steden in China bijvoorbeeld, laat ik één enkel wel lollig voorbeeld geven. Shenzhen en Changzhou heet het, geloof ik, wat vroeger Canton werd genoemd. Dat is de meest productieve regio ter wereld. Op de helft van het Nederlandse grondgebied, op de helft. U weet, het is bij ons ook behelpen. Aan de andere kant, als je dan in Drenthe bent, dan denk je, nou ja, hè, hier kunnen toch zeker nog 2 miljoen asielzoekers bij, hè. Dat is prima te doen, toch? Als je Meppel uitstoomt met de trein en je kijkt naar rechts, ik heb het wel eens beschreven, dan denk je toch altijd van, grote god, we zijn verdwaald. We bevinden ons ergens ten oosten van Warschau of zo. Daar lijkt het meeste op. Er is daar weinig. En het gekke is dat die mensen die daar wonen altijd steen en been klagen dat ze daar wonen. Ik werd nog eens uitgenodigd voor een lezing in Uden. Dat is een plaats in het oosten van Brabant. En zei, waar moet ik het over hebben? Toen zei die man, hoe worden wij ook Randstad? Ik zei, nou, daar is een hele eenvoudige oplossing voor. Die kan ik u zo aan de hand doen. He, verhuis naar de Randstad. Financieel begint dat wel een probleem te worden.
Maar goed, daar heb ik het nou vandaag niet over. Want nu komen we aan het tweede wonderlijk punt. Dat de gezellige stad is zo'n immens succes geworden. Dat de gezellige stad overlopen wordt door mensen die in de niet gezellige stad wonen. Namelijk in suburbia. Omdat natuurlijk voor het gewone wonen. Ja, daar wil je niet elke dag feest in de straat hebben. En in dure winkels en allemaal dat soort van dingen. Doet me altijd denken aan het straatje in Maastricht, waarvan mijn broer vertelde. Dat was voor het eerst dat een hele straat volledig gerestaureerd is. Ja, voor die tijd schenen er varkens door de straat te lopen enzovoort enzovoort. Nou ja, wij zijn ook door dat straatje gelopen. Dat je denkt, wat lollig is dat gerestaureerd. Het zijn allemaal van die achterlijke winkels niet waar, waardoor in feite de gezellige stad naar de verdommenis wordt geholpen. Het zijn allemaal winkels met vrouwenkleding die door geen enkele vrouw kan worden gedragen. Laat staan in Maastricht. Hè? Wie die rommel koopt, mag Joost weten. Of een winkel met schoenen waar je ook denkt van, hoe kom je op het idee? Hè? Wie trekt dat aan? En dan heb je nog zo'n tassenwinkel ernaast. En zelfs die ijssalon aan het eind, die was zo ongelooflijk rete duur dat je denkt, stik de moord maar met je ijs. Hè? We nemen wel gewoon een heel lullig ijsje ergens. Ja. Want, en dit is een probleem wat zich overal voordoet in de gezellige stad. Ja, het was gezellig. Maar mijn broer, die woonde in de buurt van, hoe heet dat ook weer, de Zeven Steegjes of de Twintig Steegjes. Daar wil ik nog even vanaf zijn. Dat is een hele gezellige buurt in Amsterdam. Leuke winkeltjes, ouderwetse bakkerijen en kaarsen, maar nou ja, allemaal winkels waar je geen cent aan verdient. Daar kwam het in grote trek op neer. En de Zeven Steegjes, de hele wijk is naar de sodemieten geholpen door peperdure winkels. En dan moet je natuurlijk geld verdienen en dat zijn vaak huurpanden. En dat betekent dat je de klos bent. Als u woont in een stad waar nog een boekwinkel is, moet u aan de exploitantes vragen of het zijn eigen pand is of dat hij huurt. Met een boekwinkel kun je huren. Althans, als die ergens in de gezellige stad is gelokaliseerd. Dat kun je rustig vergeten. Daar gaat de boekwinkel, die moet daar verdwijnen. Dus u ziet, het is een hele wonderlijke cirkelgang eigenlijk. Eerst wouden we de modernistische stad. Die is door allerlei kritische schrijvers even hebben aangetoond dat je dat niet moet willen, omdat niemand daar wil wonen. Waar mensen willen wonen is, wie hebben suburbia uitgevonden? De Amerikanen. En suburbia is volledig toegesneden op de auto. Maar de gezellige stad is nou juist een product van een autoloze samenleving. Van een stad die je belopen kunt. Waar je in feite in 10 minuten de ene kant. Neem Haarlem, dan loop je het centrum van Haarlem. Daar ben je in no time bijna doorheen. En er staat ook die prachtkerk nog. Dus als je moe wordt, ga je in die kerk zitten. En dan begint dat orgel te spelen en dan denk je, jeminee. Ja, wist u dat Mozart op dat orgel heeft gespeeld? Als 6-jarige, dan moet u eens daarboven gaan kijken. Dan denk je, hoe is het gods mogelijk? Zou hij met zijn 6-jarige beentjes over de toetsen zijn gelopen of zo? Ja, want het zijn 3 van die verdiepingen. Hoe dat gebeurd is, dat begrijp ik niet precies. Zijn zuster was er ook bij. Ja, als je een zuster hebt, dan ben je altijd geïnteresseerd in mensen die ook een zuster hebben. Want dat is vaak een unieke ervaring. In allerlei opzichten. Ja, dus we hebben al die steden bekeken en daar zie je eigenlijk altijd hetzelfde patroon. Niet waar dat als er een. Haarlem, daar hebben we het weer. Als er een gezellig centrum is, is het een succesvolle stad. Want dat is gek. Er blijkt een wonderlijke culturele relatie te zijn tussen de gezellige stad en suburbia. Want als u nou denkt, Haarlem is alleen maar gezellig. Nee, natuurlijk niet. Je hebt ook in Haarlem, heb je suburbia. Deels aantrekkelijke, eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse suburbia. Maar desalniettemin ga je iets verder weg. Dan krijg je dezelfde typisch Nederlandse klote buurtjes. Die niet erg gezellig zijn, maar waar het prettig en rustig wonen is. Met een school enzovoort enzovoort. Ja. Want als u kijkt naar de Nederlandse stedenatlas, dan zult u zien dat de top 10 best functionerende steden in Nederland zijn zonder uitzondering oude steden. Dat wil zeggen steden met een gezellig centrum, de gezellige stad. Niemand weet precies waarom mensen
ook in het suburbia van een gezellige stad, of althans in een stad als Haarlem. Wat denkt u van Amsterdam, Osdorp en zo? Komt u daar wel eens? Dan zeg je toch ook niet van, ah, wat is dit heerlijk, Osdorp, hè? Wat een zalige rust, ruisende bomen, lekkere huisjes en zo. Nee, dat denk je helemaal niet. Je denkt, ik wil zo snel, maar ja, Abij is verdwaald in ons dorp. Althans, vroeger stonden we, toen we dat toestel nog niet hadden, bij je verdwaald. Hè? En vervolgens denk je, ik wil hier zo snel mogelijk weg. Ik heb begrepen dat het met de tram van Osdorp naar het centrum van Amsterdam langer duurt dan met de trein vanuit Utrecht naar het centrum van Amsterdam. Dat zou wel over kloppen, toch? Ja. En toch is het zo dat Haarlem op een of andere geheimzinnige manier profiteert van het feit dat het een oud centrum heeft. Hoe zal het zijn? Je ziet daar in aan de verte zie je nog die oplichter staan. Hè? Laurens Jansson Koster. Zegt u niks meer, hè? Was vroeger een held. Je had de boekdrukkunst uitgevonden. Dat was in de tijd dat Nederlanders nog alles uitgevonden hadden. Dat is nu niet meer zo. Niemand weet precies wie het uitgevonden heeft. Ja, Gutenberg, maar het bestond al honderden jaren in Korea en China, dus het is maar de vraag. Maar laten we zeggen, wij Westersen hebben het uitgevonden. Hè? Zo is het zo zeggen. Dit is ook nog een verrassend blank gezelschap eigenlijk, hè? Ja, het is duidelijk dat de emancipatie van mensen met een migratie... Wie heeft hier een migratieachtergrond? Kijk eens even, zegt dat. Telt lekker door. 1 persoon, maar u ziet er niet als migratieachtergrond uit. Ja, dat zijn de gevaarlijkste. Ja, dat is waar je het niet van kunt zien. Hè? De 5e kolonne waar je het niet kunt zien. Je moet eigenlijk zo'n gek hoedje op of zoiets. Ja, ik weet niet precies wat de oplossing is van het verhaal wat ik verteld heb. Want in zekere zin is de gezellige stad een triomf van, laten we zeggen, de menselijke stad. Een stad op mensenmaat. En nu hebben we die. En nu zijn er tal van plekken waar we een gezellige stad hebben. Haarlem, maar je kunt het ook Utrecht noemen. Er zijn ook veel buitenlandse steden die natuurlijk in allerlei opzichten een oud centrum hebben. Als het niet in Duitsland, daar is het weggebombardeerd, maar daar hebben ze vaak. Misschien een leuk, ander leuk vraagstuk voor u. Herbouw. Want wij zijn ook in Münster geweest. En met mijn broer en ik hadden wij een langlopende discussie. Er was natuurlijk veel vernield na de Tweede Wereldoorlog. Moet je historiserend herbouwen of moet je modernistisch herbouwen? U begrijpt al waar mijn voorkeur lag. Ik heb een door en door burgerlijke, conservatieve smaak. Daarom spreek ik ook zo vaak. Niet waar, bij gelegenheden waar, over onderwerpen waar ik geen enkel verstand van heb. Ja, ik had ze mijn broer nog aanbevolen, maar die moet van Texel komen. Mijn broer is gevlucht. Hij is gevlucht uit Amsterdam. Omdat die stad al jaren overlopen wordt door een oneindige stroom van... die afschuwelijke koffertjes. Als u er een heeft, wilt u hem wegdoen. Namens mij. Gooi hem weg. Stom ding. Oude wijvenkoffertjes. Hè. Verschrikkelijk gewoon weg. Net als die scootertjes. Die moeten ook massaal vernietigd worden. Het is niet... Ja, u ziet hoe gewelddadig de conservatieve geest zich vaak ontwikkelt. Naarmate die ouder wordt. Hè. Ja. Ik weet niet precies wat de oplossingen zijn. Het gekke is dat je in zekere zin moet leven... Met suburbia, want dat is niet weg te denken. Daar moeten mensen gewoon wonen. U woont toch ook... Wie van u woont op een galerijflat? 1 persoon, een vrijwilliger waarschijnlijk. Ik ook. U ook? Nou, kijk, dat vind ik met uw migratieachtergrond wel weer passend. Ja. Ja, dat moet ik zeggen. Daar zit een zekere logica in het patroon. Ik moet er zeker een eind aan breien. Dat begrijp ik, ja. En u ziet, ik heb niets opgelost. Ik heb u een heel wonderlijk dilemma geschetst. Namelijk dat mensen willen wonen op plekken die geschikt zijn voor de automobiel.
Daar kan ik nog wel twee regels aan toevoegen. Ik heb langzamerhand een enorme ervaring, zowel met het openbaar vervoer als met de automobiel. Ik kan u verzekeren dat welke plek het in Nederland ook is, het doet er niets toe. Ondanks alle filevorming, je bent er met de auto minstens minimaal twee keer zo snel als met het openbaar vervoer. En dan zijn nog de meeste, wie van u hier is boven de 60? Nou, dat is dan een vrij grote groep. En dan weet u niet waar dat het openbaar vervoer voor de ouder wordende persoon een ramp is. Hè? U stapt in de bus, lijn 8, u doet dat piepje. Hè? En op het moment dat je als bejaarde al tastenderwijs naar achteren begint te lopen, geeft de chauffeur een flinke dot gas. Zodat de krak en mikkige bejaarde als een soort van uit de koers geraakte raket niet waar naar achteren schiet en meestal op de schoot van iemand terechtkomt die dat niet op prijs stelt. He. Dat is de bejaarde. En dan komt hij op het centraal station aan waar hij honderden meters moet lopen in Utrecht en hij moet op een roltrap. U denkt, een roltrap, dat is toch hartstikke handig. Ja, ze zijn meestal kapot, maar ze zijn als ze het doen hartstikke handig. Voor de bejaarde die slechter been is, is het dan van, he, je moet, ja, en dan boven moet je ook weer, je bestaat al te anticiperen. Dat je, hop, ja, zo gaat het. En dan ben ik nog min of meer normaal ter been. Hè? Het grootste deel van mijn kennissenkring die is langzamerhand uitgerust met krukken, trapliften, wagentjes, incontinentieluiers. Nou ja, u heeft geen idee wat u te wachten staat. Maar ik wil nog één ding zeggen over de gezellige stad. In Haarlem valt het wel mee. Maar in heel veel gezellige steden wordt wat we gecreëerd hebben, eigenlijk als reactie op dat afschuwelijke idee van de modernistische stad, want het is een afschuwelijk, onmenselijk idee, kan het niet anders zeggen, niet waar, wordt naar de bliksem geholpen door het massatoerisme. Als u, wie van u komt regelmatig in Berlijn? Nou, zie, dat is nog heel verrassend veel. Vroeger ging je naar Parijs, maar dat is volledig vieux-jeu. Om het nog maar even met een Franse uitdrukking te zeggen. Nu ga je naar Berlijn. Ik neem aan dat u niet voor het clubleven gaat. Of wel? Dat schijnt vrij spectaculair te zijn. Dus daarom was ik verbaasd over uw leeftijd. En, nou ja. Maar Berlijn, dat wordt overlopen door toeristen, door jeugdige toeristen. Wij wouden een leuke avondopname bij de Berliner, bij de Brandenburger Tor maken. Daar kom je aan, zeg, staan er 10.000 verwezen jongeren. Uit heel Zuidoost-Europa en zo. Wat je ook een beetje in Amsterdam hebt. Dat je denkt, we stemmen niet alsof we Spanjaarden waren. Maar ja, ze schijnen geen zak te doen te hebben. Dus wat doe je dan? Dan vlieg je naar Amsterdam. Ja, ik weet niet hoe dat opgelost moet worden. Ik zou zeggen, pak het hard aan, want het is de dood van de gezellige stad. Kijk, die suburbia overleeft wel. Suburbia heeft zijn eigen logica. U kunt zeggen, daar woon ik liever niet. Intellectuelen vinden het niet. Dat is niks en zo. Suburbia, je moet in de binnenstad wonen. Je moet in Manhattan wonen. Ja, als je niet kunt betalen, per gehad. In Manhattan kost een kippenhok al meer dan u weet hoe het met Amsterdam gesteld is. Dus u heeft u. Maar waarom eigenlijk niet in suburbia wonen? Maar laten we dat in proberen om de gezellige stad te behoeden voor de toeristische stad. De toeristische stad is de dood in de pot. Dames en heren, Maarten Vogels. Dank u wel. Ik had mee zitten zeggen. Fust. Dat waren die vaatjes. Dat zijn die, ja? Die aluminium vaatjes. Ja. En 9 straatjes. Zijn het 9 straatjes? 9 straatjes. Ja, ik maak er altijd 7 van. Ja. Ik vind 7 een mooier getal. Wat me dan zo af te vragen, want vanochtend hebben we Jan Gill gehad. En Jan Gill, dat sluit eigenlijk perfect hierbij aan. He, dus die architect en die kijkt echt naar waarvan die eigenlijk zegt, als je kijkt naar veel steden zoals ze gemaakt zijn, een beetje de Rem Koolhaas commentaar, die zegt, dit zijn geen steden die zijn gemaakt voor mensen om in te wonen. En we moeten gewoon weer steden zoeken waar mensen echt willen wonen en die dus inderdaad een ander woord voor gezelligheid. Ja, bij mij om de hoek is het Rietveldhuis. Ja. Hè? Ja.
Ik heb zelden zo'n ongelooflijk kuthuisje gezien als het Rietveldhuis. Aan de buitenkant zeg je wat lollig, hè, want dat is natuurlijk de brede stijl en zo, enzovoort, enzovoort. Er is niet in te wonen. Rietveld zelf heeft daar een hele tijd met zijn maîtresse gewoond, die hem de opdracht voor de bouw had gegeven. En de medeverdieping is ook dood. Hè. En de bovenverdieping, daar kon je de muren verschuiven. En daar had Rietveld zelf zo ongelooflijke hekel aan. Want die dingen liepen alsmaar uit die lullige rilsjes. Bent u er ooit in geweest? Zeker, ja. Een klote huisje toch? Het je wilt er toch niet mooi in om naar te kijken. Ja, precies. Je wilt daar niet in wonen. Nee. Dat is het probleem. Maar waar ik wel benieuwd naar ben. Trouwens, wie is er op wandeling geweest met Jan Gil? Is er iemand hier die mee is geweest op wandeling? Ja. Want de vraag is even over die gezellige stad. Ja, dat kan. Ja. Maakt niet uit. Gezellige stad. Want eigenlijk, als ik uw verhaal goed luister... Zij is nog op verkenning natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Meneer Vossen, kan je nou een gezellige stad nog maken? Is het goed als ik de auto's weghaal, zorg dat er een begrenzing zit? Daar ben ik mee begonnen. Maar is het en het gekke is dat geprobeerd men vond het oorspronkelijke ontwerp van God, hoe heet die pief ook weer, van Lelystad. Dat vonden de dienst Zuiderzeewerken, vond dat maar niks. Het moest een gewone stad worden en niet een of andere stad uit het architectuurboekje. Ja. Maar het is niks geworden. En ook in Almere zijn ze niet geslaagd. Dat kan niet. Nou, misschien kunnen we nog een gek voorbeeld geven. Ik vond een gek voorbeeld Houten. Houten is wereldberoemd, want dat is een vrijwel perfecte verkeersscheiding. He, dus je kunt daar fietsen zonder dat je doodgereden wordt. Maar ze hadden geen rekening. Ik zag een foto van Houten. Kijk, ze hadden toen geen rekening gehouden met elektrische. Andere Houten dan wat ik ken. Met elektrische fietsen. Ja, dat is heel leuk dat u dat zegt, want daar gaan we het nu even over hebben. Toevallig. Dit is namelijk de oude kern van Houten, het dorp. Ja. Toen hebben ze er een stad van gemaakt. Nou, stad, het is gewoon suburbia van Utrecht. Maar goed, doen die. Wij willen nou eenmaal dat al die klote dorpen in zo'n krans, dat die allemaal een zelfstandig stadsbestaan hebben. Ja. Maar ze hebben ook geprobeerd, à la Siena notabene, om een nieuw centrum van de stad te maken. Maar dat is volkomen mislukt. Ik heb nooit begrepen, nou heb je dus een centrum met zo'n fantastische waterpomp, waar haal je zo'n ding vandaan? Hè? Hebben ze ook een ontzettend lullig blauw klotenpaaltje naast gezet om het te accentueren. Hè? En dan bouwen ze om. Ze hebben een centrum waar ze iets van kunnen maken. Ja. En ze bouwen een nieuw centrum wat niks geworden is. Ga maar kijken. Jan Gil, even aan jou vragen. Je bent meegegaan wandeling. Jan Gil, het idee was, Jan Gil zei van, we gaan kijken hoe je, als je door de stad loopt, zou het nog kunnen? Zou het kunnen aanpassen? Ten eerste vroegen we vanochtend al aan hem, hoe vind je hier? Hij zei, nou, de eerste indruk, nou, niet gelijk, positief. Hoe vond hij het? Nou, ik wil natuurlijk niet voor Jan Gil spreken, maar er was een wat weemoedige sfeer tijdens de wandeling. Jan Gil vond Maankwartier wel heel mooi, maar wel ook schaduwrijk. Ik denk niet dat hij Heerlen als nieuwe stad heeft uitgekozen, helaas. Als ik realistisch mag zijn, dat zei hij zelf ook. Maar volgens mij vond hij het wel interessant. Maar heeft hij dingen gezegd waarvan hij zei, als je dat zou veranderen of op die manier zou aanpakken, dan zou het, om in de term van Maarten van Rossum te zeggen, een gezellige stad kunnen zijn. Even los van de mensen uit Heerlen zeggen, ja, het is misschien heel gezellig. Maar in de term van Maarten van Rossum. Ik denk dat Jan Gil dan, nou ja, meer vanuit de mens zou denken. Ja. Wat heeft de mens nodig in Heerlen? Heer is natuurlijk bezig met meer water en promenade aanleggen. Dus daar was Jan Gil ook wel enthousiast over. Ja, dus dan, maar dan, dat zijn dus ingrepen. Want ik zit even, u woont in Utrecht? Toch nog? Ja. Daar zijn ze ook aan het zoeken natuurlijk. Inderdaad, de auto's weg, weer dingen uitgraven. Ze proberen, laten we dan zeggen, misschien gezelliger te maken weer. Terug te brengen naar wat het was. Ja, ze proberen het Singelpark te herstellen. Ja. In feite wat ze natuurlijk heel typisch overigens in door de bouw van Hoge Catharijnen. Dat daar heeft praktisch de hele gemeenteraad voor gestemd, behalve de CPN, als ik me goed herinner. Die overigens tegenstemden natuurlijk niet omdat ze dat plan niet, maar gewoon omdat ze er overal tegenstemden. Dus ik wil dat ook niet mooier maken dan het is. En Hoge Catharijnen is nu typisch geënt op de modernistische stadstheorie. Ja. Is geïnitieerd en klaargekomen net in dezelfde fase als mensen die na konden denken begrepen dat je dat beter niet kon doen. Maar ondertussen hebben we van een gezellige stad zo'n enorm succes gemaakt dat het prijstechnisch voor normale mensen niet bereikbaar is. Hè? Want je mag nu blij zijn als je in de suburbia van Meppel een huis kunt kopen. En dan
weet ik niet eens of dat niet ook al tegenwoordig hartstikke duur is, omdat we nou eenmaal een onzinnige woningmarkt hebben gecreëerd. Het beste kunt u net over de Duitse grens gaan wonen. Dat is verreweg de beste oplossing. Daar kost een huis met een tuin en rhododendrons erin, dat kost een kwart van het huis wat 25 kilometer verderop in Nederland staat. Ik zweer het u. Hoe komt dat ook een beetje natuurlijk? Omdat de Duitsers die hadden in 45, 80 miljoen inwoners. En mag u raden hoeveel ze er nu hebben? 80 miljoen, heel goed. En wij hadden in 45, 9 miljoen inwoners en we hebben er nu tegen de 18. Dat zijn er precies twee keer zoveel. Dat is helemaal niet erg als je ook in de tijd wel aanvullend bouwt op de groei van de bevolking. En in sommige opzichten hebben we dat gedaan, maar waar we geen rekening houden met de zogenaamde woningverdunning. Ik woon met een bejaarde vrouw in een heel groot huis. Kijk. Maar ik heb helemaal geen zin om te vertrekken. Oh, okay. Oh, dan kunt u wat aan doen. Of om het aan studenten te verhuren die de boel naar de klote gaan. Dus dat gaan we niet doen. U weet dat als je een pand... Meneer Van Rossum, nee, ik ga het antwoorden. Tot slot, ik ben toch benieuwd. Is het mogelijk om een gezellige stad te maken? Er komen 100.000 woningen per jaar bij. Er moeten 1 miljoen woningen in totaal voor de komende jaren bij. De mensen zeggen we gaan nieuwe centra bouwen. Worden dat centra waar we als we over een tijdje de Van Rossums langs sturen... dan zeggen jeumig wat een ramp? Of zou het kunnen... En zo, ja, wat zou uw advies zijn om het enigszins gezellig te krijgen? Ik zou het niet proberen. En om het gezellig te krijgen? Nee, omdat we in Nederland zat gezellige steden hebben. Ja. We hebben natuurlijk ook in West-Nederland, want ik heb nou toevallig Haarlem genoemd... en u dacht van dat daar een hele belangrijke objectieve reden voor was. Maar het is gewoon omdat mijn kleinkinderen daar wonen. Okay, ja. Je moet altijd mensen wantrouwen in dit soort van objectieve observaties. Ik ga niet een stad waar mijn kleinkinderen wonen afschrijven als een klote stad. Dat ga ik niet doen. Dat is heel leuk. Maar je moet het niet willen, want we hebben genoeg gezellige steden. Haarlem, Amsterdam zelf. Hè? Een hele 17e eeuwse binnenstad dat er nou toevallig onbetaalbaar geworden is. Dat is vers 2. Delft. Zelfs Den Haag heeft best, en zeker ook met het regeringscomplex en zo, wordt even nu verbouwd. Maar goed, ja, dat komt niet meer klaar in mijn levensspannen. Maar goed, dat weet je van tevoren in Nederland, dat zulke plannen lang duren. Wist u dat die Chinezen in... Nee, helemaal niet. Dames en heren, heel veel dank. Maarten van Rossum, dank u wel. Dank u wel.